Overijssel, ze zit hier op haar plek. Kijk hier in haar leven vanaf haar mooie stek. Leef met haar samen, de dingen te groot of klein. Hier is weer een nieuwe vlog van Geboren Marjolein. Hey hoi en welkom weer in deze nieuwe vlog. Je ziet hem al staan, de kerstboom is het. Het is vandaag woensdag 1 december. En ik heb dus net de kerstboom gehaald. Maar hij stond dus in de regen, dus ik heb een plastic erom weggehaald. Of eigenlijk dat gaasspul wat eromheen zit. En ik laat hem nu even gewoon 1,5 uur staan. En straks ga ik hem heel mooi maken. En verder ben ik ook druk bezig geweest met andere kerstspulletjes in huis. Dus die ga ik jullie even laten zien. Dit is dus een decoplank boven onze bank. En ik heb wel een paar kleine kerstdingetjes er alvast neergezet. Wat volgens mij heel leuk is. Nou ja, en daar staat dus de kerstboom. Vorig jaar stond hij trouwens daar in de hoek. Nou, en hier wat kaarsdingetjes. Nou, niet echt kerstig, maar zit wel in de kerstdoos. Even kijken. En ik heb nog wat leuks in de keuken. Ik ben heel erg gek van lampjes. En dit is toch wel heel romantisch, gezellig. En al helemaal als het buiten donker is, dan brandt hier altijd een lichtje. Oh ja, en ik heb ook al een kerstster gehaald. Maar wel een bijzondere, want deze heeft 3 kleuren. Dus hier zitten wat kerstspulletjes in. Boven staan de kerstballen. Dus ik ga straks even bezig. Oh ja, en dankjewel voor de lieve kaartjes die ik de afgelopen weken heb ontvangen. Superleuk en ik ben er echt super blij mee. Maar ze stonden eerst daar. Maar nu vind ik ze toch wat leuker in de vensterbank. Dus ik zou zeggen, het wordt al een beetje kerst. En de kerstboom staat. En ik wilde iets eerder gaan vloggen, maar er kwam weer van alles tussen. Dus het is inmiddels zaterdag. Maar hij staat dus al een paar dagen. De lampjes zijn nog niet aan, die gaan pas om 5 uur aan. Maar we hebben dus groene en zilveren ballen. En die heb ik vorig jaar bij de Action gekocht. Er zitten dus ook lampjes in, ook van de Action. En dit is de Hops bierkalender van Rob. Nou, er liggen zelfs ook cadeautjes onder de boom. Maar die mogen nog niet uitgepakt worden. En dit is de Rituals Adventskalender. En ik had dus al een kaarsje gekregen. En ik heb dus een body mist. Iets van voor in bad. En vandaag heb ik een of ander shower gel foam gekregen. Maar dat is voor mannen, dus Rob heeft weer geluk. Dus, dit is de kerstboom. Hey hoi en welkom in het nieuwe vlogonderdeel. Zo net heb je al mijn kerstcreaties gezien. En de kerstboom, die staat dus nu ook achter mij. Maar de lampjes zijn nog niet aan. Maar we zijn vanmiddag, of eigenlijk al vanochtend, zijn we naar de babydump geweest. En daar kon ik een gratis box op halen. Dus die ga ik nu voor het eerst openmaken en dat met jullie delen. Ik ga direct kijken wat er allemaal in zit. Ik kon deze ook aanvragen via, volgens mij, de site. En dan heb je 2 of 3 maanden om het op te halen. Nou, ik heb het al vet vroeg aangevraagd, dus ik moest het nu ook wel een keer gaan ophalen. Deze komt uit Hoogeveen, dus ik weet niet of er verschil zit in winkels. Ik denk het niet, maar we gaan kijken wat erin zit. Even kijken. Wat er als eerst in zit is een wat is dit eigenlijk? Oh, een badhandschoen. Kijk, redelijk unisex. Super schattig en dit had ik nog niet, dus dat vind ik echt super leuk. En als tweede zit er een rompetje in, maat 50-56 van de Basic collectie. En daar staat op, lief wondertje. Het is helaas geen omslagromper, die heb ik al heel veel gekocht en gekregen. Maar deze komt vast wel van pas, want onze kleine wordt natuurlijk in de maand mei geboren. Dus dan is het alweer wat warmer. Dus gelukkig zitten er geen mouwtjes aan, wat ideaal is. En verder zit er Zwitsal zeepvrij schuimbadje in. Nou, ideaal, want inmiddels hebben we dus ook een badje tweedehands gekocht. Dus deze komt dan ook zeker van pas. En wat ook wel leuk is, er zitten dus sokjes in.
En die hebben we dus ook nog niet. Dus dit zijn de eerste babyzakjes. En wit, mooie kleur. Prima. Wat zit er verder in? Nog twee dingetjes. Er zit in een babyboek. En die ga ik zo meteen ook even openmaken om jullie te laten zien wat het precies is. En verder zit er nog een papiertje in. Wat past bij het babyboek met nou ja, een groeiboek en verjaardagsboek. Dat je verschillende boeken kan opvragen. En dat je dus ook 20% korting krijgt. Dus die zit er ook in. En nu ga ik even het babyboek openmaken. Wel leuk trouwens. Dit is een beetje de kleur van onze babykamer. Nu proberen we ook de meeste accessoires in te kopen. Even kijken. Hier staat precies in, wanneer we erachter kwamen dat ik zwanger ben. En dit is je papa, dit is je mama. De eerste foto, de kraampje, de leuke reacties, maar ook als de baby geboren is, van wie komen er allemaal op bezoek. Het ziet er echt super leuk uit. Ik zal even een paar pagina's laten zien. Kijk, bijvoorbeeld dit. En dit. Superleuk boek. Dus daar ben ik echt super blij mee. Dus die ga ik misschien al wel binnenkort invullen. Of nou, voor het eerste gedeelte. Dus dan moet ik ook allemaal weer terughalen wanneer ik erachter kan. Dat ik zwanger ben de eerste keer na de test. Dus dan moet ik even weer opzoeken in mijn agenda, want ik heb het wel ergens genoteerd. Maar het is dus een redelijk kleine box, vind ik zelf. Er zit weinig tot geen promotie in. Wat bij dus de vorige box in twee vlogs terug wel zat. En verder zitten eigenlijk allemaal wel bruikbare artikelen in. Dus ik ben hier echt super blij mee. En ik ga ook de vlog afsluiten hierbij. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Kijk hier naar leven van een mooie stek.